Ook deze keer bij Dommel Sportland weer twee sporten. We zijn bij Taekwondo, Gabrielle Koffa in Sporthal Te Oss. En we zijn bij het Judo Tweedaagse in Liemde, georganiseerd door Judo Club Liemde. We hebben vandaag voor het eerst in onze geschiedenis een heel judo weekend, het Liemse judo weekend. Waarbij we op zaterdag de Brabant judo competitie hebben. En morgen hebben we een instaptoernooi met clubs uit de regio voor de beginnende judoka's. Dus dat is het judo gedeelte. En daarnaast hebben we voor onze eigen leden, die blijven hier vannacht slapen in de sporthal met z'n allen. En er zijn allerlei randactiviteiten, spelletjes, noem maar op, is er georganiseerd. Een instaptoernooi, dat is eigenlijk een toernooi voor judoka's die nog eigenlijk wat meer beginnend zijn. En bij judo, als je daar normale bondstoernooien gaat, die zijn al behoorlijk pittig qua niveau. Ook behoorlijk duur. En dan is het zonde als je met twee keer verliezen meteen weer naar huis moet en je hebt 10 euro moeten betalen. En daarom organiseren wij met een aantal omringende clubs, eigenlijk voor de beginnende judoka's, zodat ze wat makkelijker naar het niveau van de bondstoernooien toe kunnen werken. Ze worden hier op niveau ingedeeld, A, B, C of D. En A is dan minder goed en D is heel erg goed. Die zitten zeg maar op het randje. Dus het is eigenlijk een opstapje en daarom noemen wij het instaptoernooi. Over hoeveel deelnemers praten we nu vandaag en morgen samen? Vandaag en morgen samen 310. Vandaag met de Brabant competitie hebben wij 130 judoka's, voornamelijk uit Oosterwijk. 20 van onze eigen club. En morgen praten we over 180 judoka's. Dus ja, ongekend voor ons. We hebben nog nooit zoveel inschrijvingen gehad. Wij zijn vorig jaar gestart met een wedstrijdteam. En dat is niet bedoeld om zeg maar alleen maar voor de hele goede judoka's, dat is voor alle judoka's bedoeld die interesse hebben om deel te nemen aan wedstrijden. En daar zit dan een financieel voordeel aan voor de ouders. En het mooie is, je krijgt er een mooie trainingsshells bij, je krijgt een mooie rugplaat erbij. En dat is eigenlijk bedoeld om de saamhorigheid en de gezelligheid binnen de club te bevorderen. Zodat judoka's niet alleen op de mat staan, maar met een hele groep op de mat staan, met al hun vriendjes en vriendinnetjes. En het doel erachter is natuurlijk dat daar uiteindelijk judoka's steeds beter worden en ook op hoger niveau gaan presteren als ze ouder worden. En ja, dat wedstrijdteam dat kan niet bestaan zonder de hulp van sponsors, want het is een behoorlijke investering. En we zijn dan ook heel blij met de sponsoren die wij hebben en ons hierin willen steunen. We hebben nu voor het eerst hebben we een weerbaarheidscursus opgezet. We hadden eigenlijk als club al langer het idee van wij moeten iets kunnen doen ook voor ja, wat oudere mensen, zal ik maar zeggen. En judo is er vaak te zwaar voor. En wat ouder is eigenlijk al vanaf 16 jaar. En wij wilden eigenlijk die mensen ja, wat meer leren. Die willen we wel graag weerbaarder kunnen maken. En hebben we een combinatie gemaakt van een valtraining en een zelfverdedigingscursus. We hebben een zelfverdedigingsleraar aangetrokken. Binnen onze club hebben wij een judoleraar die gecertificeerd valinstructeur is. Een van de 24 in Nederland. Dus die hebben wij samengezet in één zaal. En hebben we een cursus van 6 lessen aan een aantal mensen gegeven. Een groep van ongeveer 16 personen. En de reacties waren tot nu toe heel positief. Dus we gaan het zeker doorzetten. En dat wil zeggen dat we de tweede helft van het seizoen, als we genoeg inschrijvingen hebben, de cursus gaan herhalen. Vannacht hebben jullie een tig aantal jongelui hier slapen. Ja. Hoe moet dat gaan? Want die moeten morgen ook weer optreden. Die moeten inderdaad morgen ook netjes op de mat staan. Maar ik verwacht dat de ogen iets dichter zullen zitten dan vandaag. We blijven 35 judoka's slapen.
En ja, we hebben morgen 40 deelnemers, dus er zijn er 5 uitgeslapen en ik denk 35 ietsjes minder. We hebben wel bewust ervoor gekozen om pas 's middags te starten. Maar ja, je kunt je voorstellen, zoveel kinderen bij elkaar, als er eentje wakker is, dan zijn we allemaal wakker. Gezellig s'avonds eten vanavond, spelletjes, nog een filmpje om tot rust te komen. En morgen vroeg lekker samen ontbijten. En dan moeten wij hier ook weer de zaal op gaan bouwen. En dan hoop ik dat jullie ook eens om 12 uur allemaal weer in het gelid staan. De deelnemers komen uit heel Brabant of uit alleen de directe omgeving? Ja, directe omgeving, maar dat is dan wel van Mierlo tot Os, zal ik maar even zeggen. Dus Boksel neemt deel, Sakura, Sint-Oederode, Oosterwijk, Veghel, Mierlo, Os en Eindhoven. Oké, nog veel succes dit weekend. Dankjewel en leuk dat jullie hier zijn gekomen. We zijn vandaag bij een niet al te bekende sport, Taekwondo Poomsae. En we zijn daarvoor in Os in de sporthal, waar een hele bekende bokselse, Gabrielle Koffa, elke dag traint. Gabrielle, die staat hier naast mij. Gabrielle, waarom ben je eigenlijk met deze onbekende sport begonnen? Mijn broer is hiermee begonnen en het zag er eigenlijk wel stoer uit. Ik denk, ja, ik wil het ook. Daarom. Wat vind je dan interessant aan deze sport? Ja, de technieken en de trappen trok mij heel erg aan. Dus ik denk, ja, dat is, en het is ook omdat je broer het doet. Dat maakt het allemaal net iets leuker. Dus ik denk, ja, waarom niet? Toen ben ik begonnen. Nou, las ik zelfs dat een oom van jou ook nog uit Boksel ook nog deze sport gedaan heeft. Was die ook heel erg goed of zo? Nou, hij heeft het een beetje naar Nederland gehaald met de grootmeester meneer Pardoel. En bij hem ben ik begonnen in de huiskamer. Ja. Kun je onze kijkers nou eens uitleggen wat je nou precies doet met deze sport? Want het is een beetje raar. Het is taekwondo, maar je raakt elkaar niet aan. Kun je eens even uitleggen hoe dat allemaal gaat? Ja, het is heel moeilijk uitleggen. Maar je maakt zeg maar losse technieken die vastgesteld zijn in een vorm. Die maak je met zoveel mogelijk kracht en souplesse en techniek. En die moeten achter elkaar en dan krijg je punten. Maar waarom elkaar niet aanraken? Dit is, ja, het is tegen de lucht, zeg maar. Dat is het andere gedeelte van taekwondo. Het technische en vooral mentale. Oké. Nou ben jij ondertussen heel beroemd aan het worden in de wereld. Je hebt er allerlei kampioenschappen gewonnen. Vertel eens. Ja, nou, beroemd. Groot woord. Maar ja, ik doe nou een paar WK's mee. Dat is verslavend. Dus je probeert je steeds meer te kwalificeren voor de volgende en voor de volgende. En nu is Joël mee geweest, dus dat is nog leuker. Ja, had je een doel gesteld voor de wereldkampioenschappen? Je wilde eindigen bij de eerste 5. En hoe is het afgelopen? Bij de eerste 8, maar ik ben uiteindelijk 14e geworden. Okay. Ja. En daar ben je tevreden mee? Ja, ik ben er tevreden mee. Ja. Het was een heel hoog niveau dit jaar, dus ik vind het goed. En nu verder? Voor, nou, gewoon weer hard trainen voor volgend jaar. Het kost wel veel tijd, omdat je moet lenig blijven, je moet krachtig worden, je moet krachtiger worden, want dan ben je krachtig, moet je nog krachtiger, harder schoppen. Ja, het is veel training. Hoeveel keer train jij dan? 4 keer per week. 2 uur of? Ja, meestal 1,5 uur, maar bijvoorbeeld op maandag kunnen we langer doortrainen en dan wordt het toch wel 2 uur trainen. Maar je gaat naar de school of wat doe je daarnaast nog? Nee, ik werk part-time in een kledingwinkel en gewoon in Boksel, dus dat is voor mij ideaal. En dan kan ik daarnaast de rest kan besteden aan sport, ook thuis trainen natuurlijk. Eigenlijk ga al je vrije tijd op aan deze sport? Ja, 90% wel. Nou, met dat hele wereld rondreizen, hè, want ik las dat je ook in Spanje bent geweest en ja, noem maar op. Dat gaat toch in de papieren lopen, dat kost een paar centjes lijkt me. Ja, dat kost veel centjes. En nou betalen mijn ouders het niet meer. Dus ik werk gedeeltelijk om dit te kunnen betalen. Maar wat ben je dan kwijt als je zo een wedstrijd moet doen? Ongeveer €300, denk ik. In totaal, dus met een vliegticket als we moeten vliegen. Of de benzinekosten, het hotel, inschrijfkosten. Dus, ja, zoiets denk ik wel. €200, €300. Je hebt daar geen sponsors voor? Nee, nog niet. Ja, mijn moeder gaat altijd mee naar de trainingen. Want dat is mijn chauffeur. En mijn vader die gaat mee naar de wedstrijd, naar de grote en de leuke voor Oostenrijk en zo. En mama gaat af en toe mee.
Er zijn er twee soorten wedstrijden, ook synchroom vechten, om het zo maar te noemen. Wat is het verschil daartussen? En dat doen jullie samen, want naast jou staat Joël. Doe je dat samen vaak? Nee, we doen niet samen, want het is op de andere leeftijd. Ik doe het samen met Lotte en Luna en ik heb een paar gedaan met Davy. En dan ga je met drie meiden, zeg maar, moet je zo gelijk mogelijk je technieken uitvoeren in die vaste vorm. En dat moet zo gelijk mogelijk even kracht, je moet eigenlijk kopietjes van elkaar zijn. Ik heb hier vier dames van Judo Club Liebende bij me staan. Vier judoka's. Wat is er vandaag allemaal te doen, Mijntje? Judoën en boven kan je kijken en eten en drinken in de kantine. En voor Judo Club Liemde is er vanavond is er een kamp. En dan kan je, gaan we hier op de mat slapen. En nee, beneden. Ja. Naar beneden of boven, dat weet ik nog niet. En spelletjes te doen, want we hebben een eigen programma. Dus wij kunnen spelletjes doen zometeen. Lijkt me wel heel leuk, hè? Ja, is ook leuk. Ja. En Tess, jij judoot ook. Ja. Waarom ben jij gaan judoën? Nou, we hadden met school, bij de gym hadden we een judoles. En mijn vriendin, die zat erop en die had mij overgehaald om te gaan judoën. En ik vond het zelf toen ook wel heel erg leuk. Maar het is wel een harde sport toch, hè? Want je moet kunnen vallen en het zal wel eens ooit pijn doen. Maar het is zeg maar vallen en opstaan. Ja, dat is een hele goeie, vallen en opstaan. En wat doe je het liefste? Gewoon zeg maar blijven staan. Oké. Okay. En jij, waarom ben jij daarmee begonnen? Even kijken, Keira, hè? Ik was een keer geweest kijken en toen vond ik het leek me wel leuk. Dus ik had een keer geoefend en dat vond ik heel leuk. En daarna was ik er. Toen mocht ik van mama erop gaan en dat vond ik heel leuk. En zo ben ik er dan nou opgekomen. En ben je heel erg goed? Dat gaat wel, maar de meester zegt meestal, je bent zo, de keir is zo sterk als een olifant of zoiets. Irene, hoe lang doe jij het al? Dat weet ik niet precies, iets van 1 à 2, 3 jaar. Ja. En wat vind je er leuk aan judo? Ja, je sport ook. Het is goed voor je en toen ik het in één keer deed, toen leek het me wel leuk, want ja. En doe je dan ook wedstrijden? Ja. En heb jij eigenlijk al ooit gewonnen? Dus ik ben nooit eerste geworden, maar wel eens tweede. Wel eens tweede? Ja. En jij? Win jij wel eens ooit? Ja, heel vaak eerst, want toen moest ik tegen al die zo'n kleintjes. En daarna waren er weer iets groter en dan ging iets moeilijker. Maar volgens mij ben ik eerst was ik heel vaak eerste. En nu ben ik niet meer zo vaak eerste, maar wel eens ooit. Hoe komt dat dat je niet meer zo vaak eerste bent? Ik moet tegen moeilijkere tegenstanders. Oké, maar daar leer je wel veel van. Ja, dat klopt. Ja. Oké, en jij moet dadelijk nog hier op de mat? Ja, 4 uur. Ja, en tegen wie moet je dan? Dat weet je niet, dat hoor je pas als je zeg maar op de mat zit. Oké. En jij? Jij gaat dadelijk winnen, denk ik. Ik hoop het. Ja? Wat wil jij later nog doorgaan met judo? Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel zwaar. Hè? Je moet ook nog andere sporten volhouden die je hebt. Dus het ligt eraan, bijvoorbeeld heb je training op woensdag, dan kan je woensdag niet naar de training. Hoe vaak trainen jullie eigenlijk? 2 keer per week, ikke. Sommigen maar 1 keer per week. En waarom jij 2 keer per week? Ja, vorig jaar had ik er nog een andere sport en toen kon ik niet 2 keer per week. En nu doe ik gewoon 2 keer per week. En wat is nou het leuke aan deze vereniging? Die uitleg, dat is heel fijn. Kan jij nog vertellen wat jij leuk vindt aan deze vereniging?
ik vind eigenlijk alles wel leuk, want de uitleg is goed en zulke dingen. Dankjewel en veel succes dadelijk, dames. Ik ben Europees kampioen geworden vorig jaar. En Nederlands kampioen, net als Gabi. En van nog een paar andere landen kampioen. Jij mag nog niet aan de wereldkampioenschappen meedoen. Jawel, ik ben ook naar Mexico geweest. Oh, ben je ook al geweest? Ja. En hoe is het daar gegaan? Ik ben vijfde geworden. Zo, dat is knap. En van de hoeveel doet er dan mee? Van de 22 in mijn pool. Train jij ook net zoveel als Gabriel? Ja, eigenlijk net zoveel als haar. Maar jij werkt nog niet? Nee. Hoe moet dat met school? Ik probeer gewoon zoveel mogelijk tijd vrij te maken. En na school snel huiswerk maken, ook al moet dat eigenlijk niet. Maar voor mij is eigenlijk taekwondo belangrijker dan school. Ik weet niet waarom. Ik train ook 4 keer per week. En ja, het is, zal ik zeggen, eigenlijk een kleine 1,5 uur. En soms dat je doortraint, heb je dan 2 uur ongeveer training. Dus. Ik zou heel graag wereldkampioen willen worden. En als er ooit een Olympische Spelen in stijl zou worden gehouden, zou ik er graag mee aan willen deelnemen. En zit er dat in de wereldkampioenschap? Ik weet het niet, dat kan ik niet over mezelf zeggen. Wat is jullie relatie met elkaar? Zijn jullie familie of hebben jullie elkaar gewoon hier leren kennen, Gabriel? Ik heb vroeger lesgegeven op een oude sportschool van hem en daar kennen we elkaar van. Toen is hij ook hierheen gekomen en dan train je, zie je elkaar 4 keer per week, dus... Ja. Van vrienden. En jullie trainen dus heel veel samen? Ja, eigenlijk elke training. Okay. Je hebt leeftijdscategorieën en er zijn al kinderen van 13 en van 12 die al mee kunnen doen. En als jij geluk hebt, word je op je 12e al wereldkampioen. Maar het kan ook zijn dat je pas op je 65e wereldkampioen wordt. Nou, ik vind het leuk omdat ik, ja, dit is wel echt iets waar ik van hou. En het is gewoon leuk, want je leert vrienden maken hier. Ik heb gewoon eigenlijk best een goede band met al deze mensen hier. En ook als je naar wedstrijden gaat in het buitenland, het is gewoon leuk, want je leert ook zelfs buitenlandse mensen kennen en dat blijft mooi. Dan wensen wij jullie heel, heel veel succes, ja, in deze sport en misschien 2 wereldkampioenschappen over een paar jaar. Ja, misschien. Dankjewel. Hier staat Gijs. En Gijs is aan het judo. Heb je al gespeeld of gejudo'd vandaag, Gijs? Ja. En vertel eens. 2 gewonnen en 1 verloren. Hoe komt er nou 1 verloren? Hoe komt dat nou? Omdat ze net iets sterker waren. Ja. Was een grotere jongen of zo? Ja. Ja. En, maar jij bent toch ook heel sterk? Ja. Ja. Dat hebben wij net gezien hoor. Ja. Ja. Wat vind je leuk aan judo? De houtgrepen. De houtgrepen. Leg eens even uit wat het is. Dat je een paar seconden met de schouders op de mat moet houden. Ja. En lukt je dat wel? Ja. Heb je dat net ook gedaan? Ja, 2 keer. Zo, en dan win je, hè? Ja. Ja. En nou ziet iedereen dat jij Gijs heet. Hoe kunnen ze dat zien? Vanop de rugnummer. En kijk eens achter op jouw rug. Wil je eens omdraaien? Kijk eens. Nou. Dat staat er heel groot op. Hoe komt dat dat jij zo mooi op jouw rug staat? Van de judo club hebben we dat gekregen. Oh. En ga je nog lang door met judo, denk je? Ja. Ja? Wil je een hele goede worden? Ja. Ja? Hoe ga je dat doen? Goed opletten naar de meester. Ja? Ja. En dat lukt je wel, denk ik, hè? Ja. Ja? Dus wij zien jou nog ooit als kampioen in Nederland of zo?
Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Maar daar ga je wel je best voor doen. Ja. Ja. Oké.